We hebben vastgesteld in de vorige jaren dat er een consolidatie is in de keten, zowel bij de industriële als de logistieke groepen. En dat vereist dat het havenbedrijf kritische massa heeft. Ook de nieuwe rol van havenbedrijven in de digitaliserende wereld, in de automatisering, vereist voor de innovatiekracht ook kritische massa. Daarom is een fusie wenselijk of noodzakelijk. We hebben bekeken met welk bedrijf, havenbedrijf, dat het best zou kunnen. En dat is met het havenbedrijf Gent, omwille van de geografische ligging. De beide havens raken elkaar. Maar ook het feit dat ze gelijkaardig zijn van karakter, zowel industrieel als logistiek, actieve bedrijven hebben. En dat ze ook eenzelfde soort strategisch masterplan hebben. Een groot aantal van de voordelen van de fusie kun je dus vooral halen met een bedrijf dat geografisch dicht bij je geplaatst is. Die voordelen die zijn er voor de beide havenbedrijven, maar vooral voor de bedrijven in de haven en voor alle regio's van de beide havenbedrijven. En dat is door McKinsey berekend op onder andere 15% extra werkgelegenheid en 15% toegevoegde waarde bovenop de autonome groei van de beide havenbedrijven. De Europese vennootschap is een vennootschapsvorm die door de Europese Unie is ingericht om grensoverschrijdende fusies en grensoverschrijdende samenwerking gemakkelijker te maken. En het grote voordeel is dat op een aantal gebieden maatwerk mogelijk is, want op verschillende gebieden is de wetgeving in België en Nederland anders. Maar met de Europese vennootschap kun je naar modellen werken die een compromis vormen tussen beide wetgevingen. Wel, de voorstellen die in de vorige intensieve periode van 6 maanden door die directies zijn geformuleerd als oplossing om tot de fusie te komen, die zijn unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Gent en unaniem goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports. En nu worden deze voorstellen aangeboden aan de aandeelhouders, want uiteindelijk zijn het de aandeelhouders van een bedrijf die ultiem beslissen of er een fusie al dan niet tot stand komt. Daarnaast gaat er ook een proces van informatie en medezeggenschapsorganen in, zodat de ondernemingsraad van Zeeland Seaports ook haar advies kan uitbrengen over deze fusieplannen.